Hallo iedereen, welkom bij weer een nieuwe video. Hey babe. Hey. 1, 2, 3, fuck it. Dus vandaag... Ik zit op mijn FIFA. Ah, voilà, betrapt. Ik wou zeggen, het is vandaag zondag. Wij zijn Big Brother live aan het kijken. En het is bijna 12 uur en we zijn aan het wachten op groen licht om te vertrekken naar Brussel. Want wij gaan samen met Amber en Nicky naar Brussel. Want daar heb je, hoe noem je het nu, Le Kiosk of zoiets. En dat is een soort van... restaurant, maar dan buiten en daar mogen met vier, ja, met, buiten mogen sowieso met vier iets eten en iets drinken. En ik had dat gezien en ik dacht, dat is leuk. Daar gaan we naartoe, hè. Croque monsieur eten. Een omelet avec le fromage. Et oester. Et du jambon. Mais oui. Oester. Patati patata. Oester. Oester. Een oester. Ik weet dat niet. En caviar en champagne. Want vandaag drinken we terug. Champagne. Moet wel eerlijk zeggen dat we al 2 dagen hebben gedronken. Dus we hebben onze doelstelling van een maand niet drinken volgehouden tot de 29ste. Dus we hebben 29 dagen, of de 30ste zeker. Ja. Ja, hebben niet gedronken. Nou, dat telt, hè, want het was van de 30ste tot de 30ste. Voilà, ja. Dat is een maand. Hè. Voilà. Dus we hebben dat goed gedaan. Hè. No shit, Sherlock. En vandaag ga ik voor een glaasje bubbels. Wow. Fijn, ik vind het ook fijn. Ik heb me nog zoals helemaal klaargemaakt. Oké, okay. Ik ben wel helemaal het zwart. Maar ik bedoel, zo mijn haren gedaan, mijn make-up. Wat vind je trouwens van mijn ooglook? Zie ik er niet ziek uit of zo? Ziek? Ja. Waarom? Ja, ik weet niet. Dat is de oranje wel, hè, natuurlijk. Dat is mooi. Ja? Ja, dat past wel goed bij groene ogen, zeggen ze. En ik heb nu een palet van AM Cosmetics, dan is Anouk Matin Cosmetics, gebruikt. Het Fierce palet en de mascara en lippenstift, maar die heb ik er net eigenlijk afgeveegd, want ik ga toch voor de lichtere versie. Maar mijn lippen zien wel heel rood, hè. Uit groente. Spinazie en zo zit heel ijzerin. Maar je moet gewoon zien, als je bijna dezelfde kleur. Groenten zo eet, dat je dat combineert met vitamine C. Mm-hmm. Bijvoorbeeld tomaten. Ja, ik heb hier zo ook wel oranje tijgen dan. Ja, smeert je gezicht zeg maar. Tomaten, ja. Sinaasen, maakt die daar maar leuk. Veel vitamine C, zo goed. Nee? Dan ja, voor mijn huid werkt al goed. Maar oké. Okay. Er is niks meer aan te doen. We gaan wachten tot we kunnen vertrekken, tot Amber en Nicky vertrokken zijn. Die moeten 20 minuten langer rijden. Dus wacht tot die sturen. Als die vertrokken zijn, dan wachten we een kwartiertje en dan gaan we ook vertrekken. Oké, goedemorgen. Het is de volgende ochtend. Gisteren was echt super leuk. We waren dus samen met Amber en Nicky naar Brussel geweest eerst, naar Le Kiosk. Dat was wel een uur rijden voor Niels en mij en een uur en een half voor Amber en Nicky. Dus dat was echt wel even onderweg voor gewoon daar iets te drinken. Maar daar heb je zo buiten een kiosk. Dat noemt ook Le Kiosk voor degenen die daar naartoe willen gaan. En daar kun je dus iets drinken en iets eten. En dat was wel gezellig. Zo toch een beetje het gevoel alsof je zo eens iets kunt gaan doen in deze tijd. En daarna kwam Amber op het idee dat ze ook zo een soort buitenbar hebben in Geel zelf. Bart Bar noemt dat.
En dan zijn we daar naartoe gegaan, dat was op de markt van Geel, zo een straatje in. En dan hebben we daar nog een glühwein gedronken en nog genevertjes gedronken. En dan s'avonds, ja, het was 6 uur of zo denk ik, zijn Niels en ik terug naar hier gekomen. Ja, we hebben niks speciaal meer gedaan. Dus dat was ons dagje gisteren. En nu ga ik mijn posters vervangen die daar hangen. Want ik besef dat dat nog altijd kerstposters zijn. We zijn vandaag 1 februari. Dus ik heb mijn andere posters, mijn lenteposters, terug uitgehaald. En die ga ik nu ophangen. Tada! Terug, wat lenteachtig, zomerachtig, love it. Met de lente in het vooruitzicht. Yep, cute. Hallo, hallo. Is het nog dezelfde dag? Ik heb geen flauw idee. Maar ik kwam net terug van kantoor. Het is 11:45. We waren er weer heel vroeg. En ik ben een slaatje aan het maken. Want I'm hungry. Amai, ik heb echt zoveel honger ineens. En ik ga je laten zien wat ik er allemaal in doe. Hier een grote... Wat is dat? Wat is van de afwasmachine? Een grote kom. Ik heb gewoon gemengde sla. Ik heb 1 avocado, maar zo een kleinere avocado. Dan heb ik 2 kleine strankjes witloof erin gesneden. En lactosevrije kaas. Dan heb ik een dressing gemaakt. Een hele citroen uitgeperst. Dan een klein beetje olijfolie, peper en zout. Echt super lekker voor dressing en heel gezond. En in de oven nog 18 minuutjes heb ik een zalmpapillotje. Als dat klaar is, ga ik dat bij de sla doen. Dus nog even wachten en dan kan ik eten. Ready, looking good. Timmy. Ik doe trouwens mijn zalm altijd 25 minuten op 180 graden. Als het echt een heel klein stukje is, dan doe ik maar 20 minuten op 180. Dus je moet zo wat kijken hoe groot uw zalm is. Nu ga ik eten. Smakelijk. Lekker. En mijn slaatjes op. Het was heel lekker. Nu ben ik weet niet wat aan het doen. Maar ik ga deze vlog afsluiten. Want ik ga hem editen. Zodat hij morgen online kan komen. Hopelijk vonden jullie het leuk. Doe zeker thumbs up. Laat ook een leuke comment na. Trouwens, ik wil nog 1 ding zeggen. In de vlog van maandag. Sorry, ik ramble altijd zo. Als ik aan het afsluiten ben. Maar in de vlog van maandag heb ik een koekje wat ik aan het eten was. De naam ervoor gezegd. Die bijna heel België daarvoor zegt, blijkbaar. Maar sommige mensen, 2 mensen om precies te zijn, waren hiervoor op hun tenen getrapt. Ik ben geen racist. Verre van. Ik kan met iedereen overweg. Black Lives Matter. Al dat gedoe. Ik ben totaal geen racist. Dat koekje noemen wij gewoon zo. Ik heb daar geen ene seconde bij stilgestaan dat ik dat koekje, dat ik dat zo noem, dat dat raar is. Want iedereen die me daarna heeft gestuurd, heeft ook gezegd, wij noemen dat ook zo. Daar is niks raar aan. Dus, ja, ik heb dat totaal niet voor racistische bedoeling of weet ik veel wat gezegd. Wij noemen dat koekje nu gewoon eenmaal zo. Ik ben groot geworden met die naam voor dat koekje. Maar blijkbaar noemt dat dus een mellow cake of een chocoladezoen. Kunt je ook zeggen. Dus bij deze, vanaf nu zal ik dat woord gebruiken. Ik vond het echt wel een beetje mierenneuken. Want dat is gewoon een woord wat wij al jaren zeggen. Dat is hetzelfde als Zwarte Piet of Roetpiet. Daar is ook een heel gedoe over geweest. Ik noem dat nog altijd Zwarte Piet, omdat
ik dat zo ken. Ik ben er zo gewoon mee opgegroeid. Zwarte Piet is ook gewoon zwart door de schouw. En in mijn ogen niet zwart, omdat dat de slaaf is van de Sint. Of weet ik veel wat mensen nu daar allemaal van maken. Die is gewoon zwart, omdat hij door de schouw komt. Dus ja, mijn excuses dat ik het koekje zo heb genoemd voor die twee personen die dat hoog nodig vonden om te mierenneuken. En dat onder mijn video te zeggen, dat op mijn Instagram dan ook nog eens te zeggen. En mij dan ook nog eens racist te noemen. Dat vind ik echt niet door de beugel kunnen. Ik heb die personen ook geblokkeerd op Instagram, want als je mij daarvoor racist noemt, dan kent je mij echt helemaal niet. Want ik ben helemaal geen racist. Ik heb altijd het beste met iedereen voor. Maakt niet uit. Los van racisme en al. Ik ben helemaal geen persoon die zoiets zou zeggen en dat slecht zou bedoelen. Dus dat wou ik wel even kwijt, want dat was wel even een dingetje. Ik voelde mij er eerlijk gezegd ook wel door aangevallen, omdat ik dat echt belachelijk vond, omdat dat koekje noemt gewoon zo. Wij noemen dat al jaren zo. Dat is helemaal niet racistisch. En ja, alle mensen die dat wel vinden, zou ik mij voor excuseren, al vind ik dat niet nodig. Maar oké, dat wou ik toch zeggen. Dus, dan sluit ik nu af en tot vrijdag iedereen!